Goedenavond. Ik heb een doosje ontvangen. Ene Nick heeft mij wat toegestuurd. Alleen even door die 2 weken bij mij in de schuur staan zonder dat ik het aan heb gedaan. Het was even druk de laatste tijd. En aangezien ik nou even tijd heb, ga ik eventjes het ouderwetse unboxing of unboxing, weet ik veel hoe je het noemt, doen op YouTube. Want daar is YouTube mee begonnen. Wauw. Kant-en-klare startmotor. Hey, een schakelpompje. Een oliefilter. Een watertape. Zeker. Ja, dat zijn allemaal dingen die had ik even eerder moeten hebben. En deze ook, jongen. Moet ik ook hebben. Maar die niet. Die heb ik al gemonteerd. Dus die douw ik eventjes terug. Die hebben we ook nog niet nodig. En, die kan ik wel monteren. Aanzuigbeusjes. Typen alle jezus uit. Maar ja, dat werkt wel. Wat hebben we hier dan? Dat is ook erg hard. Hé, hey, dat is grappig. Ik moet nog even kijken. En ik heb me weer laten verleiden om een motorblok van iemand aan te nemen die al uit elkaar was gehaald. Doe dat maar niet meer. Daar heb ik alleen maar meer werk aan. En zo zie je ook dat de persoon in kwestie ook niet precies weet waar hij mee bezig is, denk ik. Goeie ouderwetse CDU unit met draadaanduiding. Nou ja, dat weet ik wel uit mijn hoofd. Bijna. Waterpeepjes. Hier mama. Dat is een mooie, maar ik mis wel wat. En dan hebben we een bobine met de flexibele opstelling. En weer de startmotor, wat leuk! Ik leg daar het waterpijpje in. En nog een bobientje. En een waterpeepbochtje. Nou ben ik deze doos aardig zat, dus die flikker ik weg. En dan gaan we even kijken, want ik heb allemaal spullen gekregen. Dat is wel leuk. Gaan we gewoon eens even kijken. Startmotor 1. En startmotor 2. Je weet het nooit, hè. Je weet het nooit. Zijn jullie nog een beeld? Ja, echt wel. Ik ga even spanning zoeken. Spannende momenten. Even kijken. Ja, kom eraan, rustig aan, thee wordt gezet. Shit. Hoppakee. Zo. Ik heb hier een draadje over. En dit is een draadje. Jo, eens even naar de accu toe. Eens even een plusmomentje halen. Nou, als ik dan een plus heb, moet ik ook een min hebben, denk ik, of niet? Nou, eens even kijken. Ik denk. Spannende momenten, jongens. Echt waar. Zeker. Maar nou ga ik spanning maken. Dit lijkt wel aardig om in. Vreemd dat hier dan niet gespoten is en daar ook niet. Beetje rapido werko. Oh, ik had wel het idee dat hij wat deed, maar niet meer. In de herhaling. Jezus, ja, wie is dat? De Heer is met u, zou ik zeggen. Nou, weet je wat, ik ga hem daar eens even op zetten. Nou, dat is verkeerd, want ik moet de massa daarop hebben. Maar maakt niet zoveel uit. De koolborstelmotor draait 2 kanten op, links of voor rechtsom. Maakt mij niet uit. Hij gaat zitten aan het draaien, hoor je dat? Hij sterkt op, dames en heren. Mooi. En om te bewijzen dat hij de andere kant op kan draaien, doen we hetzelfde nog een keer. Als ik hem nou heel snel omdraai, slaat hij uit mijn handen, want dat kan ik niet vasthouden, hoor. We hebben hier nog een startmotor in herhaling, dames en heren. De massabeugel zit er al op, dat is altijd wel fijn.
moeten wij, dames en heren. Oh, hij gaat nog harder. Nou, dat is wel goed. Dit werkt wel. Vind ik wel mooi eigenlijk. Dan wordt de klem wel warm. Ja, dit is 6 kwadraat kabel. Dat is wat dikker dan standaard 2,5 kwadraatje. En daar kun ik al, of daar kan ik eigenlijk al, een CX mee starten. Op een 30 ampère accu. Voor mij iets zwaarder. Voor mij is die 35 ampère. En de kabel is ongeveer 3 meter lang. Dus heb je een totale lengte van 6 meter. Dus dat gaat. Maar ja, zo'n klemmetje wordt heet. Nou ja, ik ga even dit veilig stellen. Want je ziet het. Dat is het nadeel van gelijkspanning. En dat vond ik aardig. Of de accu klapt uit elkaar of ik heb twee gloeidraden. Dus pas op. Ik ga eventjes dat loshalen. Zo, nou is los. En nee, vier klemmen in de hand. Heel fijn. Heel netjes. Heel mooi. En waar hebben we dat voor gekregen? Voor dat motorblok hier. Nou had ik hier al wat dingen op gemonteerd van mezelf, want ik wou verder. Maar de radiateur laat ik wel even zitten. Maar de ventilator zit er niet op, dus die gaan we er even af aan. En die beugel, die moet er ook af. Maar dat is weer lastig. En hij heeft hem ook mooi gespoten, dus ik moet deze er wel even afhalen. Gaan we dat maar eens even rustig doen. En dan mis ik eigenlijk nog steeds onderdelen. Dus de volgende keer ga ik maar weer een foto vragen als iemand zegt, kun jij voor mij? En dan zeg ik, nee. Ik zit eigenlijk alweer vol tot eind van het jaar. En ja, als ik een heel bouwpakket krijg, dan ga ik maar niet meer doen. Een motorblok moet gewoon in zijn geheel aangeleverd worden. En ik ben er te lang mee bezig. Oeh, blijf staan. Zo. Ik ben er te lang mee bezig om dingen bij elkaar te zoeken. En dat schiet niet op. Ik weet nou niet of dit gepoedercoat is of gespoten. Ik snap er niks van, want dit is volgens mij poedercoat tape. Alleen, voor mij is het heel slecht gedaan, want hier plat het eraf. Er zit geen primer onder en normaal gesproken trekt poedercoat glad en dit is niet glad. Ik denk dat dit een soort lak is of verf is. Nou, die beugel heb ik zelf gespoten en die moet er dus af. Moeizaam. Ja. Ik hoor een 3-cilinder van een Opel Agila aankomen. Dat betekent dat mijn vrouw er weer is. Dat betekent ook dat ik klaar ben met sleutelen nu, dus hij wilde niet af, dat zoeken we later. Ik pak jullie de volgende keer. Oh, troep. Nou, ik ga er even mee naar gang. Ik weet nog niet hoe. Bedankt voor het kijken. Pak jullie de volgende keer er weer bij. Mazzel!